De twee mannen rijden rond 6 uur 's ochtends over het wagenpad. Vlak voor de bocht gaat er iets mis. De auto rijdt via de berm, raakt hierbij een paal en belandt dan in het water. De twee mannen, een Hongaar en een Pool, woonden hier, in een Polenhotel. Niet zo heel ver van de plek van het ongeluk vandaan. Huisgenoten van de slachtoffers, die liever anoniem willen blijven, vertellen dat de twee vlak voor het ongeluk hadden gedronken. Ze waren van plan om uit te gaan in Hoorn. Een paar honderd meter verderop vliegt de auto uit de bocht. Een wielrenner zag de wielen van de auto uit het water steken en alarmeerde de hulpdiensten. Duikers van de brandweer hebben daarna de lichamen uit het water gehaald.